voedsel, maar ook kan zien op Ketnet. Jan, doet het pijn? Nu nog niet. En straks ook niet. Heel Vlaanderen jou zien wenen op antenne? Nee, als er tralen komen, dan zal ik wel even buiten gaan. Toch even buiten gaan. Ja. Ga je nu anders doen nu er een camera voor je neus staat? Nee. En ik doe zelfs zo weinig aan dat ik ook nu eigenlijk te laat de studio ben binnengekomen, dat ik eigenlijk nog mijn middagmaal moet nemen, dat ik nog alles moet doornemen. Dus de komende 10 minuten kan Vlaanderen zien hoe jij een broodje kaas opeet. Hoe ik mij voorbereid. En het is een broodje kaas van 35 frank, zeer democratische prijzen bij de WRT. Het is uitstekend. Ja. Wordt het een andere hallo-houtkit dan omdat het de laatste is? Nee. Ik vind de beste programma's, en dat geldt een beetje voor alle radio- en misschien ook tv-programma's, waarom speciaal doen als je buiten komt of als je iets, een andere gelegenheid, waarom dan je programma helemaal gaan afbreken en van alle andere dingen doen? Het leuke was net dit, van te laat binnenkomen, eigenlijk niet voorbereid, wat het nooit was, en improviseren en zien hoe we tot 4 uur geraken. Ja. Dat gaan we nu ook doen. Ja. Hoe ga je nu de komende weken jouw woensdagnamiddag vullen op een terrasje? Ik zal mijn agenda eens tonen. Dat staat wel fijn vol, ja. Goed, ik ga jou met rust laten. Jou rustig jouw middagmaal laten eten. Daar kunnen jullie dan nu nog even naar kijken. En wij zien elkaar straks terug. Okay. Ja hoor. Tot straks. Straks, hè.
koud en donker en duurt ook veel te lang. Buiten hoor ik voeten stappen, kloppen op het raam. Die duizenden geluiden, waar komen die vandaan? Er is de wind, hij waait nu over de daken. De hele nacht leg je nu neer en kruip maar onder je lakens. Droom nu maar zacht. Gertje, kom je bij me slapen, want ik ben zo bang. De nacht is koud en donker, veel te lang. Buiten zie ik iets bewegen achter het gordijn. Het is licht en dan weer donker. Wat zou dat kunnen zijn? Er is de maan, hij waakt nu over de aarde en houdt de wacht. Leg je nu neer en kruip maar onder je lakens. Droom nu maar zacht. Als het de wind en de maan zijn, oh, dan ben ik niet meer bang hoor. Want voor Janneke Maan en voor de wind moet je niet bang zijn, hè, Geert? Maar dat duurt niet, Samsonnetje. Zeg, Geert, het is toch allemaal waar, hè? Wees maar gerust en sluit nu heel vlug je ogen. Het is middernacht. Leg je nu neer en kruip maar onder je lakens. Droom nu maar zacht. Geertje, kom je bij me slapen? Ben wel niet meer bang. Al is de nacht nog donker, hij lijkt niet meer zo lang. Buiten hoor ik nog de wind, hij blaast de hele nacht. Ik zie nog licht en donker, de maan die naar me lacht. Dus je bent niet meer bang, Samson? Nee, Geertje. Maar Geert, ik wil graag dat je bij me blijft. Kom dan vlug hier. Slaap zacht, Samson. Slaap zacht, Geertje. Zeg Samson, moet je nu eens weten wat mij vandaag is overkomen? Oh, wat is er gebeurd, Geertje? Vertel eens. Wel, ik zal het je eens allemaal vertellen. Vanmorgen wilde ik gewoon gaan vissen. Ik stapte met een hengel naar het kanaal. De drukte die kon ik vandaag best missen. Ik zocht de stilte weg van het lawaai. Och, dat is toch niet speciaal? En je zegt dat er iets gebeurde. Wat was er dan? Ik zat aan de kant en in de modder, maar ik kreeg geen visje aan de haak. Ik was het beu te turen naar de dobber. Ik was van plan om mee naar huis te gaan. Oh, ik weet wat er gebeurd is. Jij was zeker vergeten een worm aan die haak te doen, Rekker. Maar nee, Samson, mijn vislijn was piekfijn in orde. Ja. De lijn had ik moeten boven halen voor een schoen en een verroeste fiets. Er dreef wat schuim op de kleine baren, maar vangen deed ik die ochtend niks. Ah ja, wel, Eger, want je hebt toch een fiets en een schoen gevangen, hè? Maar dat was toch helemaal de bedoeling niet? Dus kocht ik een snoek met lange tanden om de
spotters uit de weg te gaan. Maar het prijskaartje heeft mij verraden, dus ik vertel de braafjes mijn verhaal. Naar het kanaal. De drukte die kon ik vandaag best missen. Ik zocht de stilte weg van het lawaai. Ja, maar zeg, ik slap nog altijd nieuw uit een schoen en een fiets uit water halen, hè, Gert? Wel buiten de rommel die de mensen gooien, in het water zwom er niet. Ik zag wel vissen, maar alleen heel dooien en een schoen en een verroeste fiets. Oh, Gert, maar nu snap ik het. Die visjes die zijn doodgegaan door al die rommel die die mensen in dat water gooien. Want daardoor wordt dat water heel erg vuilig en daar kunnen die visjes niet in leven. Dat is dat. Maar buiten de rommel die de mensen gooien, in het water zwom er niks. Ik zag wel vissen, maar alleen heel dooien en een schoen en een verroeste fiets. Wat ze geur? Ik ben wel blij dat jij geen visje gevangen hebt, hè? Want ik heb niet graag dat jij visjes pijn doet met die haak en zo. Maar ik vind het toch heel erg dat er in dat water geen visjes meer leven. En dan komt er al die mensen die al die rommelen in dat water gooien. En dat mag niet, want dan wordt dat water helemaal vuil van. Hebben jullie er zin in? Ja! Dat is maar goed hoor, want dit is de Samson Rock. Wow, we gaan swingen! Swingen, Samson. Oh mijn god, dat bedoel ik, Christian. Kom aan, allemaal! Yeah! Dit is de Samson Rock, de Samson Rock. Die dansen alle honden in hun hondenhok. De hele buurt danst met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. En Steven van Herwegen. Zaterdag live vanuit de AB Club in Brussel. Met de uitreiking van de Frietzak en de Bastaart 1999. Het live sets van Das Pop en Buscemi. En akoestische sets van Nika en de Tommen Barman en Robinson. Club Brussel live van in de club van de Ancien Belgique. En live in je radio. Club Brussel, zaterdagavond van 6 tot 8. Excellent, van het gemeente krediet. Eerst de hulp bij jonge bananen. En check de les, trebanen. Hallo, kan goed. It is cool to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shoot with joy. O Lord, how great are your works! Stond die mens op de guestlist of zo? Ik weet het niet. In elk geval, dit zijn inderdaad de laatste. Maar we gaan naar de meet met het hoofd vooruit. Ook jullie bij Ketnet daar. Bellen naar 070-344-044, faxen 02-741-4720 of e-mailen hallo@kiet@studiobrussel.be. Ik ken het van buiten. Hoe zou dat komen? Check.
jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. Schop eens de pruit af. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need a when I lie and I'm easy, all of the time I never show why I need you. Is genoeg lageren, kakker. Doosje, kom eruit, kom erin. Niet zwaar, hè? Jawel, Song 2 van Blur. En dit, beste vrienden, is mijn natuurlijke biotoop. Hier zit het verkeer. Hier zie ik weer wat aan de lijn is. Dat zijn de e-mails die ik persoonlijk behandel. Dat zijn de jingles. Kijk, als ik zo doe, dan hoort u... Doosje. Kameraad Schoverlingen. Als ik zo doe, dan hoort u bijvoorbeeld... Carnachere kakker. Carnachere kakker. Dit zijn telefoons, dit is fles water, zeer belangrijk. Broodje, zeer belangrijk. No. Maar natuurlijk, dit is het magische bakje waarmee ik u binnenlaat. Maar voor hetzelfde geldt ook weer buiten chas. En we beginnen meteen waar we moeten beginnen, namelijk bij Thibaut. Oh, hallo Thibaut. Jan. Oh, le dernier, Thibaut. Le dernier, ja. Een beetje een emo-radio nu, ja, hè? Ja, een beetje emo. Thibaut, wat gaat er nu door je heen? Heel veel emotie. Bij mijn broodje van 35 frank. Ja, tuurlijk. Kunt je naar een telefooncel telefoneren? En zo, nee. Ja, kunt je dan het nummer? Nee, Jan, alstublieft. Je weet het even goed als ik. 12.04, hè? Wat is? 12.04 of 12.40. Nee, het kan, hè? Het kan niet. Het kan niet. Allee, vraag. Het kan niet. Fanmail van Nathalie. Dat kan niet. Die is woonachtig. De meesten zijn werkzaam, maar ook woonachtig. In bar Le Rose Garden, Kortrijkse Steenweg 241 te Sint Maartenslatem. Mmm, that's nice. En zij kan u niet meer uit haar hoofd zetten. Oei. Hij is ongelooflijk knap, hij heeft een sexy stem en bovendien is hij nog vrij ook. Dus zij wil... Wat weet zij daarvan? Zij wil haar liefde uiten en hoopt dat jij er geen bezwaar tegen hebt. Dat zij... En ze is bovendien aan de lijn. Ze zou aan de lijn moeten zijn. Ze was aan de lijn, ze is aan de lijn geweest. Ja, u is... U ziet hem nu niet, mijn stokophouder. Ja, ik heb nooit aan het lijntje kunnen houden. Mijn geliefde zesjarige kamergenoot, stokophouder. U kent de blik. Zo de, ik heb het vaak gehad over de blik van de koe in 1835 op de eerste locomotief tussen Brussel en Mechelen. Dat was dan meer iets van... Wel, dit is de blik waar ik zes jaar op gekeken heb en die ik u spaar. Beste Thibaut, juist werk. Ja. Hoe was het? Nee. Is gaan we niet meer beginnen. Allee, kom. Next. Ik ben lid van een koor welke wereldmuziek zingt, schrijft Rudy Oltenvrijter. In zijn volgend programma, genoeg ja, hadden we graag Dry Your Tears Africa uit de film Amistad gebracht. Amistad. Ze hebben de originele tekst nog niet in bezit, maar hadden graag ook een vertaling in het Engels, Frans, Nederlands gekregen, zodat we ook het onderwerp weten waarover we zingen. Dus ze weten niet waar ze over zingen. De tekst gaat als volgt. Biyamayehabi, lengaisa bi gamaha biyamaheya be, lengaisa tiyamanga bayo kahung biyawoya, obe yamayamahe be, lengisa teyamanga muyamayamuhe, muyamamuhe, Muyamamuhe, Afrika. Listen, everyone. Amai. Gelieve dat eens op te zoeken. Ja. Ziet u mij nu? Bent u naar tv aan het kijken, Thibaut? Hallo. Welke tv? Hallo. Welke tv? Ja, Ketnet. Ooit van gehoord? Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, welke tv hier? Hoe zou ik hier een tv kunnen... Ah, meneer heeft geen tv. Nee. Zoiets moesten ze... Bestaat er een mogelijkheid om vinylplaten terugkraakvrij te maken? Mm. Liefst dat men nog iets kan verstaan van wat erop staat. Mm. Ja? Dingske, Anaïs Le Breton moet een werk maken over kiks. En zij vraagt zich af of er geen liedjes waren die daarover gingen. Over kiks, K-I-C-K-S.
Ça va? Get your cakes en route 66. 66. Dat is de enige die ik op BFG. Nieuw programma op maandag bij Studio Brussel. Vanaf volgende week. Lotte van Horenbeek zoekt een vakantieoord in Frankrijk. Ze kent de naam al, Moulin de l'Achat in Anfouvelle, dat is bij Vichy. Verder heeft ze alleen de voornaam van de eigenaar, dat is een zekere Christian. Hij heeft plaats voor 10 personen en er kan paard gereden worden. Denk ik van de streken, dat is paard. Verder kan men er wandelen en zwemmen. En zij wil daar meer over weten. Moulin de l'Achat in Anfouvelle. De l'Achat. De l'Achat. L'Achat? L'Achat, de aankoop. Ja, wow, over millennium toestaan en zo, nee hoor. Wie is de beeldhouwer van Manneke Pis in Brussel? Waarom gebruikt men bij het tatoeëren hoofdzakelijk groene inkt? En dan vooral vroeger. Van een kind kan men zeggen hoeveel woorden het kent op een bepaalde leeftijd. Hoe telt men dit? Vragen Anne, Stefanie, Charlotte en Céline van het K1-2 in Oostende. De nationale sluitingsprijs voor beroepsrenners in Puttekapellen. Daar vraagt iemand zich af. Een van die renners heeft een plaatje opgenomen en de titel zou geweest zijn We vieren feest in Puttekapellen. Wie was de uitvoerder en waar is dat singeltje te vinden? Ja, als je naar iemand belt en je krijgt zo'n computerstem die zegt uw correspondent is verhuisd of heeft een nieuw nummer, moet je die verbinding met die computerstem dan ook betalen, Thibaut? Normaal niet. Dat wordt zelfs door de computer gezegd. Ja, waar? Ik mij goed herinner. Dat je dat niet moet betalen. Gelief dat toch nog eens op te zoeken. Ik zoek de naam van de groep die het liedje Mary Mo zingt. Een klein hitje geweest zo'n 4 à 5 jaar terug. Het liedje werd laatst nog gecoverd door het groepje van farmacie die het Interfacultair Songfestival in Leuven wonnen. Ja. Goed, maar zeggen als ik moet stoppen, hè, Thibaut? Wat blieft? Maar zeggen als ik moet stoppen. Ja, nee, ik moet stoppen van mijn producer. Nog eentje, van Noël Tak. Van waar komt het woord stoned? Stoned. Ça va? Yo, allee, tot straks. Yo. Wie heb ik aan de lijn? Lijn 2? Hallo? Ben ik in Knokke? Ja. Ah, daar zie. Ja, de dokter. En zou ik u mogen vragen, een kleine wederdienst. Ik vraag je maar 30 seconden van onze kostbare tijd maar ik weet om natuurlijk een opmerking te maken. Dokter, en dat mag ik u mogen vragen al wat je wilt. Ja, maar mag ik u één vraagje stellen? Ja. Ik weet natuurlijk niet, nooit, is het de echte of is het namaak? Hoe weet ik nu of het echt is? De echte dokter LeCount. Maar dat ga ik alleen weten als hij. Maar ik had het alleen die opmerkingen willen maken, het duurt maar 30 seconden. Ja. Toen ik begin vorig jaar in de Schalkse Ruiters was, had ik al 41 jaar en een half interviews toegestaan aan alle mogelijke media, binnen en buitenland, alle mogelijke talen. Waarvoor applaus? En toen ik toegestaan. Ja? Ja. En dan nu de vraag. En nu, tweede opmerking, ik maak vandaag 2 uitzonderingen. Eén vanavond op tv in het programma Man bijt hond. Maar ja. En de andere voor u nu. Ah ja! Voilà. Maar dat is onvoorstelbaar. Dus ik moet u interviewen nu. Ja. Ja, zeg. Maar hoe weten wij of het de echte dokter is? Want u bent zo talloze keren en zo vlekkeloos geïmiteerd door velen. Hoe weten wij of het de echte is? Ja. Dokter? Jammer, ge zijt. Ja, ik ben niet te fantaseren met die bandopnemers. Met mijn bandopnemers? Maar ja, nee. Maar ik zou niet durven. Anders is mijn telefoon gestoord. Zeg, dokter, ik ben nu bij... In elk geval, je zit bij de echte dokter LeCount, omdat je zijn telefoonnummer hebt. Dat is toch duidelijk? Natuurlijk. Zeg, dokter, ik ben dan toch bij een dokter. Laat ik het dan meteen ook maar medisch houden. Ik val natuurlijk om 4 uur. Ik weet niet, bent u naar tv aan het kijken nu? Wat zeg je? U bent niet naar tv aan het kijken? Ja. Ah, toch? Ik kijk naar Ketnet, ja. Dan spreek ik naar u. Ik val om 4 uur in een geweldig zwart gat. En dat is iets wat wel veel mensen meemaken. Wat moet ik daar medisch gesproken tegen doen? Welke vitaminen helpen tegen het zwart gat? Goh, alle vitaminen. Maar het geheim van dokter LeCount is het combineren van de verschillende soorten vitaminen. Doseren, daar komt het in het leven op neer, hè, dokter? Ja, niet alleen doseren, maar ook combineren. Nee, niet doseren, dat doet u genoeg, maar doseren. En daarin ben ik een maestro, een meester. Absoluut. Zeg, hoe is het met uw schoonbroer die contrafagot speelt? Wie? Uw schoonbroer die contrafagot speelt. Ah, mijn schoonbroer Iwijn. Ja. Ik denk dat hij niet in New York zit voor het ogenblik. Ah, want Iwijn Dazen. Ik heb daar nog veel goeds over gehoord. Maar ik zou leider moeten spreken. Die heeft een geweldige snor. Ik denk dat u oud wordt en dat u daar doof van wordt. Zou dat kunnen, dokter? Ja. Voilà, je brengt er weer een of andere bandopname. Ja, maar dat zijn onze watmannen. Hè. Ik heb ze niet meer in de hand. Daarom ook dat ik stop, want ik heb de zaak hier niet meer in de hand, dokter. Ja. Valt toe, joh. Dokter. Dokter, okay. ik...
Ik ga u gerust laten. Ik dank u voor dat exclusieve interview. Ja. En ik wens u nog het allerbeste. Is het mooi weer in Knokke? In orde, dank u. Ja, dag Jan. Daar gaat u dus absoluut door van worden. Dag dokter, dank u wel. Ze verbieden. Zoveel is toch wel duidelijk, denk ik. Hè? Dirk? Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u aan het kijken? Ja, al een kwartiertje. Dus u bent gewoon thuis? Het is goed begonnen, moet ik de mensen van Ketnet feliciteren. De mensen van Ketnet feliciteren? Muziek van Samson en Gert. Ja. Om mee te beginnen. Ja. De hele cd al gewoon. Ja, dat is een product natuurlijk van het Haas. Hè. Zeg Dirk, wat nieuws? Ja, doe daarmee zaken. Wel, die Steven van Ketnet. Van Erwegen, ja. Ja, ja. Hoe kom je erbij om die in huis te halen? Omdat die gewoon goed is, ja. Oh ja. Oh ja. Streng, ah, ja. Streng en onrechtvaardig. Nee, ik ben streng en zeer rechtvaardig. Wat is er mis met Steven van Ketnet? Oh. Ja, maar nee, wat is er mis met Dirk? Nee, goh. Wat er mis mee is? Ja, wat is er mis met Steven van Ketnet? Dat is een subjectieve vraag natuurlijk. Ja, en daar wens ik een subjectief antwoord op. Zeg, jongen. Zeg jij wat er goed aan is? Bakske, dankjewel. Au revoir, merci. Ja, next. Yves? Hallo? Je hebt een brief gestuurd. Hoe is Thijs dat hier... Ah, ja. Je hebt mij dit bezorgd. Dat is inderdaad. Het gevreesde apparaatje dat ik al lang uit mijn geheugen gebannen had, maar dat het eerste jaar verschrikkelijke gehoorschade en hopelijk geen verkeersongevallen heeft teweeggebracht. En dat ging als volgt. Hey, wat? Zit er een pil in? Yes, yes. Oh. U herkent het blijkbaar nog. Ja. En ik ben nu al verkleefd. Dank u, Yves. Voor deze fijne attentie. Salut, hè. Salutjes, Jan. Hallo, mevrouw Perwe. Dag, Jan. Het is een mooi moment, hè. Ja, een tristig moment ook een beetje. Maar nee, mevrouw Perwe. Ja, wel. Nee, het is het begin van een nieuwe start. Ja. Ja, hoor. Zeg, maar ik was vanmorgen, want u weet misschien, of ze zitten daar misschien al, Man bij het hond. Ja, ja. En ik was vanmorgen aan het gissen, ik weet, het is heel onbeleefd om aan een vrouw, aan een dame, bovendien te vragen hoe oud zij is. Jij mag dat vragen, hè, ik gokte, ik zal u zeggen waar ik op gokte, ik gokte op 78. Ben ik er ver naast? Ga naar 79. U gaat naar 79. U bent, zoals wij dat in de volksmond zeggen, op uw 79ste. Ja. Dat is in mijn kappa. Zijn ze er al, de man bij het honders? Ja, de honden zitten er allemaal. De hondjes maar zonder te blaffen, hè. Zouden toch hun manieren, hè? Ja, het zijn deftige jongens. Ja. Ja. Ze vroegen mij daar straks wat ik u nog wilde vragen. Ja. Dan ga ik niet aan die gasten hun neus hangen, hè, mevrouw. Ja, je hebt mij toch wel iets gevraagd, hè. Heb ik iets gevraagd? Je hebt mijn raad gevraagd, hè. Nee, ik heb gezegd dat zij goede raad moesten vragen, denk ik niet, hè. Ik heb geen... Ah, wel, ik geef een goede raad, hè, Jan. Ja. Blijft zoals je zei. Ja, simpel. Krijg geen dikke nek. Dan gaat je blijven graag gezien worden door iedereen. Maar nu vraagt je veel ineens, mevrouw Perwe. Geen dikke nek krijgen. Allee, ik bedoel... Nee, Ja. Nee. Ik heb mij alle kolken bij. Allee, ik heb ze wel een beetje bij. Je ja, maar nooit, je he. Moet ook imago een beetje in orde ruiden. Hè, mijn imago. Is er iets mis met mijn imago? Mijn imago, heb ik gezegd. Ja, maar is er iets mis mee? Nee, maar ik zeg dat je met een bekennis gezegd dat je al kolken bij hebt en ja. Maar ik zeg daarop dat je je imago een beetje in de oog moet houden. Ik blijf het permanent doen aan de hand van mijn magazinier. Ja. Mijn beste raadgever in deze. Ja. Is dat wel gezond? Ja, blijft hij een beetje in Erenhouden, want ik denk dat je die nog zou nodig hebben. Mijn magazinier in Erenhouden? Ja. Ja, ik vind dat wel. Er zijn grenzen, hè. Maar ik ben lid van Veeweide, dus ik ben eigenlijk een beetje verplicht. Om... Zeg, Jan. Ja, mevrouw Perwe. Wordt weer niet vulgair, hè? Ja. Veeweiden, is dat vulgair? Ja, dan mocht die jongen al zo altijd niet aan van alles vergelijken. Maar Veeweiden is niet tof. Veeweiden is een goed werk, mevrouw Perwe. Ja. Daar zijn we toch voor een goed werk. Ja. Mevrouw Perwe, het Jan. Moment van het... Het is geen afscheid, natuurlijk, maar het is omzien in verwondering. Wat blijft u bij van 6 jaar... Oh, ik heb daar hele mooie herinneringen aan. Ik heb mij daaraan opgetrokken, aan die uitzendingen altijd met Jan Houtekiet. Ja. En ik weet, ik zal dat wel een beetje missen. En u ging dan, ik weet, in het begin dan, was u op uitzending en dan ging u zo nog even een toerke te doen om te zien of iedereen het wel gehoord had. Hè? Ja. Controle. Ja, nu moet ik dan meer doen, hè. Wordt u nu nog herkend? Ja, natuurlijk. Ja. Maar u kunt toch nog buiten komen? Er wordt nog niet gestolkt. Nee, u wordt nog niet achtervolgd. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ja. Maar ik zou wel graag... Wij zijn van begonnen, hè, Jan. Ja. De eerste keer dat ik bij u op Studio Brussel gekomen ben, herinnert jij dan nog
dan waren wij 47 jaar getrouwd. Ja. En dan had ik de plaat van Petit Leclerc. Absoluut. Gebracht, hè. En die zou ik willen eindigen. En die past ook. En het geluk wil dat die, want vanaf morgen hebben we een hoop nieuwe programma's enzovoort. En die past eigenlijk, vroeger was dat een beetje moeilijk, zo Petit Leclerc draaien. Ja. Maar die past perfect in het nieuwe muzikale profiel. Ja. Dat is eigenlijk zo de plaat waarvan we zeggen, dat is nu juist wat dat moet zijn. Ja, want vroeger werden er plaatjes gespeeld. Waar is de tijd? Niet meer de laatste tijd. Meer, waar is de tijd? We zijn daarmee gestopt, maar we gaan daar terug mee beginnen. Ja, dan was in 93 dat ik begonnen ben. Ja. En nu zijn we 99. Zeg, mevrouw Perwee, zou dat een geweldige storing zijn als ik nu gewoon de E40 tussen Brussel en Gent even laat binnenkomen en dan Petit Leclerc? Nee, dat is goed. Ik ben zo terug bij u, hè? Ja, oké. Dat gaat dan zo. Op de E40 Brussel-Gent is in Wetteren in beide richtingen maar één rijstrook open. Daardoor staat er in de richting van Gent 12 kilometer file. Dat is van voor Erpenmeren tot in Wetteren. Ook richting Brussel is er vertraagd verkeer. Omrijden kan via de N9 in Erpenmeren en de R4 in Melle. Mevrouw Perwee, zullen wij Petit Leclerc haar werk laten doen? Ja. En zal ik u van harte eens... Ja, me heel gelukkig mee maken. Toewuiven. Dat ik het niet ga meezingen, want vroeger kon ik dat dan. En, er wordt nu niet meer meegezongen, er wordt alleen afgesproken dat er binnenkort ergens een kop koffie warm staat. Dat je nu een keer tijd gaat uittrekken voor bij mij een keer op de koffie te komen. Dat zal sneller zijn dan... pannenkoeken eten. Dat zal sneller zijn dan u zelf denkt. Allee. Sneller dan het licht staat daar. Ik hoop dat het waar is. Dat is goed. Jan, afgesproken. Succes met... al uw dingen dat je onderneemt. Hè? Dank u. En u ook. Ja. Met alles wat u nog onderneemt. Ja. Tot ziens. Ja, tot ziens, Jan. Salut. Ja. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Zotzin, doe geen zeer, maar het kettelde een beetje. Nee. Sorry, hè. Oh, nee. Flowers are smiling bright. Slack warho. Smiling for our delight. Slam warho. Smiling so tenderly. Eerste doze, Rachel Zwembroek. Pardon. Er zit een oor in de beurt. Een truffel, hè. Wat zeg je dat? Ik zeg aan mijn taten bij ze wijden. Truffels ontvangen van... Slam warho. U zegt... Die zit op lijn 4. Lijn 4. Peter? Nee, maar laat Petit Leclerc, alstublieft. Nee, ik ben op lijn 4. Nee, straat, maar. Zeg, Peter, zwijg eens, jong. Petit Leclerc is aan het zingen. Pardon? Slemmoor. Heb ik iets gevraagd? Zeg aan betaalde pijzenwijder. Zeg, maar daar zit veel suiker in, maat. Ik heb dringende verkeersinformatie. Ah, dringende verkeersinformatie. Maar we gaan Petit Leclerc, hoe lang zingt ze nog? Muggenpisser. Allee, kom, verkeersinformatie. Maar discreet, hè. Er is... niet sterk vertraagd, maar toch wel een beetje druk, sterk, vertraagd verkeer. Op de 313 aan de parking te Senderlo, richting Limburgse Zee. Ja, richting Limburgse Zee. Ja, richting Limburgse, want de zon schijnt. Ik denk dat we allemaal naar de Limburgse Zee rijden. Voor de rest mag je nog alles eten? Oh, truffeltjes mag ik eten, hè. Ah, wel, ik ga mij al een truffeltje zetten, hè. Heeft de winnen ze meegebracht? De winnen, ja. Maar ik heb lege duurzaam al gegeven, zeker. De lege duurs moet ik weergeven. Ah, ja, dat zou wel zijn. Dat is allemaal recycleerbaar, hè. Wat krijg je dan niet open, jong? Godverdomme, we zullen het niet pakken, zeg. Nee, dat moet allemaal gewoon ingepakt worden. Allee, allee, wat is dat hier? Welke lat? Oh. Ik heb een tv bakken of een klopper op. Bon, waar waren we gebleven? Het is Senderlo op de parking, hè. Dat is heel goed. Dag, hè. Oh, druk wabel, jong. Steven, goedemiddag. Goeiedag. Ja. Love, This Is My Song. Dat was een single toen ik geboren werd. En hoe oud bent u? Maart 67, 32 jaar. Is dat van 67? Inderdaad. Amai, zeg. Vertel eens. Ik heb een hersenschudding en ik heb een ticket voor de nieuwsvrijdag. Ik zou liefst die hersenschudding kwijt zijn, maar dat lukt niet. En hoe heb je die opgedaan? Tegen de trap had gesprongen. Ik wilde hard in de lucht springen toen ons zoontje geboren werd, maar ik zat tegen de trap had. En wanneer is dat gebeurd? 18 maart? 19 maart? 18 maart, hoe heet het zoontje? Sam. Sam? S-E-M. S-E-M, dat heb ik nog nooit gehoord. En... Jawel, de zoon van Noé is Sam. Noé, dat was die met zijn boot. Inderdaad. En had hij een zoon? Die had 3 zonen. Die heeft mij dat nooit gezegd.
Oh. Die had nog een pot verf van mij. Zeg, en alles goed met hem? Met hem is alles goed, met de mama is alles goed. Met de vader veel minder? Iets minder. En bent u nu aan het hallucineren? Dat valt vrij goed mee. Dat valt vrij goed mee. Dus kaart voor Deus, nu vrijdagavond. Je weet dat Puls, het fantastische programma Puls, ja, die zijn van alles van plan daarmee. Dan en zit er dus kloof op, hè? Eigenlijk wat je dan moet doen, hè? Enfin, dat is nu niet voor jou, maar dat is voor de mensen die nog Deus zouden willen zien. Die moeten vanaf morgen met dubbel, vierdubbel, kwadruppel gespitste oren luisteren. Want wij gooien hier met de prijzen dat niet meer mooi is. En daar zou wel eens iets van Deus kunnen tussen zitten. Vele dus surprises. Zeker wel zijn, kom bellen voor een ticket. Herhaal, repeat, amplify. Ja, slopen. Zeker wel zijn om te kunnen gaan vrijdag, kom bellen voor een ticket. Hey, niet zeker zijn, komen te gaan is van een ticket. Wacht, ja. Maar wacht even met u. Met de... Kunt u nu proberen een Nederlandse zin te construeren waarin zich bevinden een onderwerp, een werkwoord en optioneel een leidend voorwerp? Wie zeker naar het concert wil gaan vrijdagavond, ja, die kan bellen naar me voor een ticket. Wie zeker naar het concert wil gaan vrijdagavond, die kan bellen naar mij voor een ticket. Hé, wat is een perfecte zin. Dat is vaard, hè? Schoolvoorbeeld. En heeft u ook, bent u ook in het bezit van een telefoonnummer of is dat... Toch wel. Optioneel, ja. Zeer zeker. 055. Ja. 30, ja. 08, mm-hmm. 37. Dat is uitstekend voorgedragen. Imke? Ja? Goedemiddag. Hallo. Zeg het eens. Mijn lerares van Frans, die zegt dat hij u kent. Oh, en hoe heet uw lerares van Frans? Viviane Kraps. Viviane Kraps. Die heeft nog mee in school gezeten. In school gezeten, meer bepaald in de school waar mevrouw Perwe kookte gede. Zeg dat dan maar eens. Ça va? Hallo? Ja? Zijn we nog mee? Ja, ja. Doe haar de groeten. Dag, mama. Dag. Ja. Dag. Camille? Ja, Jan. Zeg het eens. Alles goed. Zeg Jan, een vochtige substantie valt op in mijn ogen. Dat is, zo typisch, dat is typisch dat soort van gasten zo. Alles goed, zeg een vochtige substantie. Alles ja, goed is een vraag. Alles is goed, maar ik... Nee, ik moet daarop kunnen antwoorden. Zo. Ah ja, gaat wacht. Niet allee, ik weet neem. Niet wat het is, maar ik heb zoiets. Alles goed met u, Jan? Hallo. Zeg Jan, weet wat ik zou doen, moet van u zijn. Ja? Check een keer uw agenda. Hallo, pakt u een agenda erbij. Pak er bij, hè. Agenda. Zwarte agenda. Ja, vanavond hebben we niets te doen, hoor. Welke dag? Vanavond niets? Dat, ah nee, ik val om 4 uur in het zwart gat. Ah ja, maar helemaal vanavond, rond 10 uur. Nee, dan heb je toch niets te doen. 10 uur, wacht, dat zou kunnen, hè. Naar die blonde moet straks, hè. 10 uur heb ik niks te doen. Ja, Jan, want ik weet, jij drinkt nogal graag een keer een hoehaarde kundenaar. Ikke? Ja? Ik ben er al mee gestopt. Oh. Totaal mee gestopt? Oh. Godverdomme toch. Maar kent die peepo's nog van die stand-up comedy nighter? Die peepo's. Die Engelse peepo's vond ik nogal geestig, maar die Vlaamse peepo's, dat vond ik een beetje minder. Dat ik zoiets had van, dat is toch niet, hè? Er is nog werk aan. In ieder geval, Jan, kent die hier ook nog, die daar aan de lijn had, van de Folies, waar? De Folies, waar, ja. Zeg een keer. De Folies. Ja. Ah, wel, kijk, vanavond is dat daar weer hoe haar een stand-up comedy waar. En ik zou je dus gewoon trakteren, hou eens naar voor niet laten drinken, hoe haar. Maar ja, jij drinkt geen hoe haar. Nee, ik ben daarmee gestopt. Maar u kan dan de mijne bijkrijgen, hè? Maar en een Guinness. Ça va? Een Guinness, Jan. Uitstekend. Guinness. Tot ziens. Zeg, Jan, ja? Voor de laatste maal, hè? Ja. Houd op de vliegen af, maatje. En laat hem niet vallen, want hij heeft al een gat in zijn kop. A plus jamais. Salut, hè? Salut, tout le monde. Ja. Lijn 1 moest ik hebben. De mediaspotter persoonlijk. Oh, dag, Jan. Ja. Ik had nog iets voor u, maar ja, waar? Dus begrijpt u, 100.000 papieren. Ik kan u zien bloren van hier. Je kunt mij zien bloren? Ja, ook. En je zit dus voor de buis. Dus dat is Nivoor, dat is Nivoor. Nivoor is een pruiken. Nivoor is een pruiken. Ik zit op de 29e etage. Van? Van het bâtiment van Blaafabrieken. Het blijft, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, ja, dat we het zo lelijk moeten zeggen. Je zit hier naar buiten te kijken, recht op uw toren. Hebben die 29 verdiepingen? 30 zelfs. Dat hebben die mij nooit gevonden. Dan zullen die binnenkort afgebroken worden. Ze zijn al bezig, ja, dankzij uw bereidwillige tussenkomst. De bar is open, he, dus allen daarheen. Zeg, vorige week, beste mediaspotter, heeft u mij gewezen op het feit dat er een flight simulator op Excel stond. Inderdaad. Als ook dat er iets met Bill Gates op Word gebeurt. Zullen we deze week zo'n poging ondernemen? Zullen we een keer Bill Gates proberen? Dan gaan we Bill Gates proberen. Ik heb Microsoft Word. Zeg aan de mannetjes van CatNet, als wilt u een televisie opzetten, dan kunnen de mensen thuis ook volgen. Ja, ik kan dat natuurlijk. Kunnen ze dat zien? Nee, ze kunnen dat niet zien. Enfin, bon, ik ben in Word. We nemen Word 97. Word.
Ja, ja, maar moet het 97 zijn of is het om te even? Ja, best het 7, wat had ik gaan doen misschien? Ik denk dat bij mij nog van 40, 45. Ja, ik, 0, of ik, ik was 20 in. Ik kan dat zien in de help, hè. Wacht, momentje. Ik was 20 in 57. Info, info. Microsoft Word 7.0. We zullen proberen. We zullen proberen, ja. Oh. Oké, okay, wat moet ik nu doen? We riskeren er niet mee. Men nemen een maagdelijk wit blad. Ja. Men tikken in, I'd like to see Bill Gates dead. I, kapke, de, like lieke, to see Bill Gates dead. Met een punt achter? Ja, niet het zo klein. Dus niet. Dus niet. Het staat er. Men selecteren de handel. Ja, is gebeurd. Is gebeurd. Men gaat naar, gij zet mee Hollandse software. Hollands, het is Nederland, het is een vorm van Nederlands. Men gaat naar extra, voor de Anglo-Saxen onder ons, dat de tools. Ja. De taal kiezen, hè, dus langage. Ja. De taal instellen. Ja. Ja. En daar selecteer je. Wat? Engels, United States. Is gebeurd? Is gebeurd. Dan gaan we weer naar tools. Ja. Dus extra taal. En dan moet je dus het synonieme lijst pakken, hè? Dus opnieuw naar taal? Nu opnieuw naar taal. In plaats van door de taal te selecteren, pak de synonieme lijst. En dan moet je dan omhoog zien geven, I'll drink to that. Als synoniem. I'd like to see Bill Gates dead. Geen synoniem. Ah ja, voilà. Maar kijk, zeiden en ik had u gezegd. Ja, zeg. Jong, jong, jong. Allee, weer drie uur zijn tijd verprutst. Ja. Hé, moet je, niet met mij. Zijn het ook bezig geweest. Wat is het volgende? Wel, weet je wel, Jan. Nee. In alle eerlijkheid, ja. Het paal is zo goed. Ja. Dat is geen reden tot melancholie. Nee. We moeten nog eerlijk zijn, de mediaspotter wordt een graag gedragen, maar behalve I gaan door in een psychiatrische instelling, goed, nog geen mens wakker van leven. Nee. We zijn maar content dat we van die miserie af zijn. Ja. Maar dat al wel te plus, heb ik toch een kleine pointe gecomponeerd. Ça va. Kwestie van de gepasseerde jaren te overschouwen. En wij gaan dat met het nodige respect. U bedoelt pointe dus poëtisch gewijs, hè? Poëtisch gewijs, bandgewijs, door aanwezig dat ze de boemerang steken. Voilà. Mediaspotting was niet simpel. Nam veel weer van mijn tijd. Ja, mediaspotting was niet simpel. Nam veel weer van mijn tijd. Maar van heel die kleursmiserie heb ik tot hiertoe nog geen spijt. Mediaspotting was een hobby. Ik wist anders toch niet wat gedaan. Ja, mediaspotting was een hobby. Ik wist anders toch niet wat gedaan. Maar mijn passieve sigarenbandjes, die is er aan kapot gegaan. Kwam al een keer onder de meisjes, voor God te slaan wat dat ze doen. Kwam al een keer onder de meisjes, voor God te slaan wat dat ze doen. Want metaferen van een ander, door ik alles mee van doen. Mediaspotting kon soms hard zijn, whisky, champagne, caviar. Mediaspotting kon soms hard zijn, whisky, champagne, caviar. Maar pas goed op wat ik u zeg. Want misschien zijn ze toch geen woord. Ja, pas goed op wat ik u zeg. Want misschien zijn ze toch helemaal geen woord. Mediaspotter. Ja. Zo en alvast. Dat komt een soort weken. Zo'n goeie hebben wij nog nooit gehad. Dan komt dus nooit weken nooit op cd en kunt dat in de laatste bak krijgen of je twee naartjes aan zo'n kunt. Ja, dat zal ik doen. Dag, hè. Salut, hè. Luc Wijns. Luc Wijns? Hé? Hey. Luc Wijns? Onnozel jammetje. Ja, het zegt tegen wie dat je het zegt. Dat hebben we lang niet meer gebruikt. Ja, maar zijn we terug. Maar hij was wel handig, af en toe. Ja, er waren er wel een pak, hè, onnozel mannetje. We zijn u dankbaar. Ja, ze waren er een pak en we hebben ze ook... Maar nu, dat was al lang, dat is eigenlijk in en uit een diepvries, hoor. Ja, we waren er nog van Telefoon. Telefoon, was dat ook van u? Dat was van mijn vrouw, Maria. Ah, Maria van der Maat. Hoe is het? Ja, we gaan nu missen, hè. Oh, nee. Tuurlijk niet. Het is dat je het zegt.
Als een boer kiespijn, denk ik. Ja. En dan maakt u het zelf? Ja, maar. Goed, hè. Ja, dan moet het mopje komen, want dat vertel ik niet, anders maakt het na. Hè. Ja, nee. Ja, je moet niet aan mijn neus hangen, want er hangt al van alles anders. Ja. Hè. Nee, goed, hè. Goed, hè. Ja. Eerst aan het manneke. Ik vind dat... Nee, eerst aan het manneke, dat is niet Luc Wijns, maar dat is de kleine, sympathieke... Ik zou 1000 keer zijn naam zeggen, zijn voornaam is Mark. Die meespeelt in... Mark, alleen een klein acteur, fijne mens. Een kleine vriend. Mark, alle jongens, help mij. Geef hard, kleine acteur. Welke kleine acteur die was speelt ermee? Ja, in wat? Ik ken dat niet uiteen. Familie thuis, Eterdaad, Wittekerke... Mooie medogeloos. Een klein lief Markske. Een klein tof gastje. Mark, ik zou het 1000 keer zeggen. Dat is die, hè. Maar zelfs mijn magazinier, mijn toeverlaat. Ah, die telefoon. Uw meisje gaat schoon. Een telefonist, ja. En dat is Anton Kogel, hè. Uw meisje gaat schoon. Ja. In een beter moment. Die heeft er ook nog een mooie collectie. Van de Prime en zo. Had hij nog iets horen? Ik hoor mezelf niet, dat is wel tamelijk competent. Nee. Van zit de Prime misschien. Van de Prime. Ah, ik heb ze hier staan. Wacht, ik ga ze u laten horen. Tapt hem zijn woord eraf. Zo is dat menu gaat. Hé, moet ze, niet met mij. Hè? Hij is van de nozen gepoept. Goed, hè. Ja, ras acteur, hè, Luc. Schoon, hè. Zoals u zelf. Dat is klasse, jong. Wij groeten nu. Salut. Tom. Ja, dag Jan. Ja. Zo zal het beter zijn, hè. Pardon? Jan? Ja. Ja. We staan hier voor de business in Brussel. Het enige. Wat vindt u van mijn interieur? Stemmig. Wat vind je van mijn stemmig? Dat ziet u dus niet, dat staat hier. Ja, maar het zijn net Brezus-verkiezingen. Maar het zijn rare Brezus-verkiezingen. Ja. Het zijn gasten die in Brussel studeren, maar in Leuven slapen. Allee. Die slapen, dat zeggen ze toch. Ja, maar dat is zeer verstandig van hen. Want dat betekent, ze studeren in Brussel. Maar ze beweren dat ze studeren in Brussel. Ah, maar dat is niet verstandig. Verstandiger zou zijn... Om het café Potten te pakken. Verstandiger zou zijn in Brussel wonen en in Leuven studeren, want dan gaan ze tegen de file zien. Ja, dat kan jij weten, hè. Begrijpt u? Zeg Jan, ik vind één ding heel jammer. Eén, dat je ermee stopt, maar dat zegt iedereen, dat is niks nieuws. Maar twee, dat ik in de gerestylede Studio Brussel geen plaats meer zal vinden. Oh, waarom niet? Je hebt in de krant laten zetten dat de doelgroep 16 tot 26 is. Maar beste Tom, willen jullie eens leren lezen wat er staat en niet alleen de buitenkant? Wij hebben gezegd, ik herhaal dat wat wij doen, zullen wij... eiken of afmeten aan 1625, maar wij sluiten niemand uit. Dus zelfs een oude mens, zoals een oude, versleten, lichtjes dementerende mens als uzelf. Zelfs. Dank u. U bent steeds welkom. Salut. Wat blieft? Zeg Jan, nu, ja. Wat gaat er met Stoop gebeuren? Gaat dat is een groot zwart gat vallen? Dat is een beetje een, hij is eigenlijk ook de bezitter van een groot... Maar voor de rest is dat een beetje een pijnlijke zaak natuurlijk. Wij zoeken ons te pletten. We hadden gedacht aan stand-up comedy voor Stoops. Maar het enige probleem is, wat er bij hem nog recht staat, dat is voor mee te lachen. Ja, en niemand gaat hem zien. Zelfs als hij stand-up, dan moet hij al ergens op gaan staan. Hè? Misschien beginnen wij wel een... zwart gat, hij denkt er altijd daar rond. Dat kan misschien beginnen wij wel Jacques... De stijling van Studio Brussel. Doof. Ja? Waarom haal je niet weer een aantal mensen terug? Allee, Chantal Patin, wie laat er dan nu gaan, alstublieft? Wie laat er dat nu gaan? Zij is gegaan. Ik heb haar niet kunnen tegenhouden. Ik ben ervoor gaan liggen, maar ze is gewoon over mij heen gestapt. Allee, en genen, en een douche of wat, alstublieft. Genen, wie was dat? Genen, wie was dat weer? Dat is die schoenverkoper, hè? Ja, nee, is dat die ene die overgelopen is naar zo'n onnozel posteken ergens? Ja, een onnozel posteken van 30% of zo. Ja. Dat, maar nee, maar Patin, allee, als je dat meisje nu bezig ziet daar, in de zeverende dag, hè? Ja. Dus, allee, ik denk dat ze weet dat het de Dutroux-tijdperk is, hè? Ze houdt die micro vast, gelijk dat het een penis is, en maar schudden, hè? Hey, dat gaat toch niet verrijzen? Ja, maar een keer aan een boom schudden, dat zongen de lama's al in hun tijd. Ja. Zeg, doe ze de groeten daar. Ik weet niet in welk café u zich bevindt, ik vrees in de business. Ja, de business. Doe ze de groeten, Ginder. Ik doe ze de groeten en we komen nog langs vandaag. Salut. Bye-bye. Joe. Emmanuel. Ja? U bent het meisje dat ons al enkele weken bezighoudt met het zingen van letters uit het alfabet. Ja. Welke letter heeft u voor ons in petto? De Z. De Z. We gaan daar volledige stilte voor creëren. Stilstand van het maatschappelijk leven in België en wij daarbuiten. Want het is de laatste letter van het alfabet. Het is het aandoenlijk moment. Beste Emmanuel, ik zou zeggen, maak er wat van. Zet. You break my heart. You romantic fool. Ik ben ervan gepakt. Dag Emmanuel. Ja. Blijf luisteren, hè.
Hey, Emmanuel. Ja? Blijven luisteren. Ja, ja, ik zal blijven luisteren. Meer dan ooit, hè? Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? 12 jaar. Dat is midden in onze doelgroep. Salut. Ja. Wat vind toch die kansier? Tom. Nee, Zino. Daar mag terug een beetje muziek onder. Ik heb zoiets van, oh, daar mag gerust wel muziek onder. Zo. Ja, Zino? Ja? Ik heb een mop. Ja? Is ze smaakvol? Het is een goeien. Het is een goeien. Zo'n goeien zullen wij nog niet gehad hebben, ik luister. Het is een Siciliaan en die gaat naar de grenspost. En dus daar vraagt een grenswachter van, heb je iets aan te geven? Ja. En die Siciliaan zegt, wauw, niks, een reekmachine. Oké, okay, zegt die grenswachter van... Mag dat eens zien? En die Siciliaan zegt van, ja, in de koffer zit het. Oké, die grenswachter gaat naar die koffer en doet die koffer open. En hij ziet daar een zwaar geweer. En dan zegt die grenswachter tegen die Siciliaan van, maar dat is toch geen reekmachine? Nee, dat is niet Siciliaan. Maar het is daar doen wij onze afrekeningen toch mee. En wij zijn er... Ja, dat is. Heel goed hoor. Blijven oefenen. Ja. Dag hè. Dag. Emme? Ja, Jan. Onze vervangsecretaris. Ja. Hoe is het, Emme? Ja, goed hè. Ah. Zeg, een dag is eindelijk gekomen, hè, jong. Een dag is gekomen dat we zullen komen te houden, hè? Maar ja, van één. Ah, dat is dit van komen, dat is dit van houden. En dat dit van houden is gekomen, hè? Dat barachte die ogen op het van eens. Van eens. Dat kost het niet luiden, jong. Nee. Godverdomme. Zeg, dat kan ik je deugd doen, hè? Een keer recht in de ogen kijken. Van hier nee. Dan nog jammer. Ja, het zal wel zin, jongen. Maar van hier dan nog jammer dat je was, maar van de stoopschot verzuurt toch, jongen. Dat is me blij dat we vanaf zijn, jongen. Good riddance. Maar godverdomme. Hey, weet je dat ik nog altijd wacht achter mijn muzzematjes? Herinner je nog dat ik... Een muzzematje? Ja. Maar hey, weet hij nog niet wat dat is, een muzzematje? Hoe zou het je geven? Mijn muz is hier al heel versleten, joh. Zal ik ervoor zorgen voor een muzematje? Ja, op die balleren bij de grond hier. Laat ik je weten, laat een keer, stuur een keer wat op. Ja, het ligt hier al op de grond. Stuur een keer wat op met een bak, hé. Ja, ik kan er niets van, jong. Ik kan er niks van. Ik wil een brief opsturen en dan mijn boven heb je mooi. Ik verstond er niet van, je moet een muzematje nemen, maar je geen computer. Ja, kijk, ik wil een computer, maar ik kan er nu niet goed mee overweg. Ah, je niet overweg. Hoe mee overweg. Zeg, voor de rest alles goed? Ja, maar wat ik wel, hè, zo van die gadgets, zo van die gelutjes. Gadgets, gelutjes. Zeg dan ook, hè? Je hebt al zijn basket met al die met gadgets, zo van die geluiden. Gadgets van die geluiden. Wacht, kan ik je dat nu eens nee? Ja. Ah, dat bedoelt u. Dat werd geweldig op de zenuwen, hè. Lucht op, dat lucht van die gadgets, zo, van die gelutjes. Goh, dat lucht op. Gelutjes. Zeg dan op. En meestal u, hè. Bart. Ja? Even stilstaand in het maatschappelijk leven. Bart, ik luister. Het is om de groetjes te doen aan twee programma's zalig. Twee programma's zaliger? Ik vind je programma gewoon zalig. Zalig. Dus dat vind ik dat ook. Dat gedaan is, hè. Oh, maar ja. Wat nog niet eens kan komen, of wat weg is, kan terugkomen. Ah, ja. Hopelijk, hè. Maar ja. Dat was het. Ja, en nog al de groetjes aan die fucking Hooglanders. Fantastisch. Lijn 2 is Veronique de... goedemiddag, Veronique de Kok. Goedemiddag, Jan Houtkeet. Ik word verondersteld door mijn magazinier van met u een goed diepte-interview te hebben. Oei, oei. Of is er een andere reden waarom u belt? Nee, helemaal niet. Ik wilde u toch... ja, ik zei het toch ook proficiat wensen en toch ook melden dat het jammer is dat uw programma bijna ten einde is vandaag. Zeg me niet dat je fan bent of daar ooit naar geluisterd hebt. Dat is en toch wel. Dat is gelogen. Dat is dus echt waar. Is dat echt waar? Maar uw werk heeft daar niet onder geleden? Alleen vanmiddag een beetje, want ik heb momenteel opnames van familie, dus we hebben even wat achterstand behouden. Is dat wel gezond? U speelt ook, u acteert ook. Nice. Ik doe een poging tot, ja. Want ik moet bekennen, ik volg dat, ik hou dat amper uiteen, thuis, familie, weet ik. Alleen, het is allemaal hetzelfde, alleen de zenders schelen een beetje. Ja, ja, en de ruzies komen wat vroeger of wat later en er sterft voilà. Al eens een, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. En welke rol, wat is de rol die u daarin speelt? Sinds vorig jaar speel ik de secretaresse bij Van den Bossen Systems. Op uw lijf geschreven? Op uw toch wel mooie lijf geschreven, zegt mijn fluister, mijn magazinier, want ik ken daar niks van. Ja, dat betekent dat u niet meer presenteert. Nee,
Nee, dat klopt ook. En dat was dus ook een zwart. Dat was dus ook een beetje een zwart gat dus. Nee, toch niet. Toch niet. Ik vul mijn tijd toch wel op. De periode van de defilés en de fotosessies is net voorbij. Veronique, wat ik nu eigenlijk van u wil horen, je luistert af en toe naar Hallo Houtkiet, maar luister je anders ook naar Studio Brussel? In de auto meestal. De tijd van de files, dan gebeurt dat wel eens, ja. Dus dat betekent s'avonds of s'morgens? Hoe laat sta je op? Beide. Beide. Om laat... Beide. Ik moet beginnen om iets na 8 uur en ik vertrek weer op 5, 6 uur. Iets na 8 uur? Dat is nacht. Voor mij is dat soms wel nacht. Dat is niet goed voor uw celluliet. Dat is heel slecht voor uw celluliet. Voor een X-kut ook. Oh, ja. Dat wist ik niet. Dat is het begin van het einde, hoor. Oei. Maar het hoofd rechtop, bent u nu al te zien in die spannende serie? Of moet dat nog komen? Ja, toch wel. Ah, ja. Ik zal zeker eens kijken. Moet je doen. Beloofd. Oké. Salut. Salutjes, hè. Dag, hè. Lijn 1 is Benedict. Ja. De voorzitter van de Fun Loving Criminals. Item Boulay. Ja. Waarover ging dat? West-Vlaamse woorden zeker? Ja. Ja. Zo, ik heb je mijn afscheidsgeschenkje ontvangen. Op... En dat... dat was dat spel hier. Ah, ja. Oh, het is juist. Wacht. Is dat te lezen? Vraag ik mij dan af. Ik zal... Niet, ja. Ik heb zelf geen tv, ik zal het meelezen. Kijk. Ja, we zijn er. Kan iedereen lezen? Het afscheid is een droef verhaal, zoals een trein. Ja. Laat kleppen, was het maar voor u. Ja. Onszelf, ja, Jan op radio geeft dan nu wel een shut up! Ja. Shut up, de lach, de traan, de nonsens. Ja. En vooral de herinnering, blijf aan de lijn. Laat u volledig gaan met die spreken. Lijn 4, bedankt. Ja. En tot nog eens. Maar, ter zake. Ja, Jan. Als wij het hebben over... hallo. Ja, ik ben de handeling. Komt er iets? Heb ik iets gemist? Als wij het hebben over... Wat? Hallo? Ja. Zijn we nog mee? Niet echt, nee. Ja. Aandacht centraal, ja. Maar Jan, hebben geen nog tijd genoeg om deftig afscheid te nemen, anders doen we dan A2 afscheid, hier, hè? Afscheid. Ja. My ass. Ongedierte. Oh, ja. Hoe noemen wij dat in het... Beleefd, dit ook. Shut up! Hoe noemen wij ongedierte in uw streektaaltje daar? Ja. Van ons leven niet. Ja, nog een stukje. Ja, dat is de tip van mijn kop. Wow. Ik weet het niet. Maar dat is zo'n justo. Ja, hoe noemen wij ongedierte? Kom. Ik weet het niet. Dat je het niet weet. Verniend. Ik zeg het toch, verniend. Nee. Verniend. Niet verniend. Verniend. Beste Benedict, we hebben nog wel geteld een halve minuut. Wat doet dat nieuws? Geef mij stopstukje terug. Go, kom maar. Geef mij stopstukje next. Terug. Next. Allee, iemand die triestig is. Next. Wat? Next, woordje. Hij mag zijn bezig moe lusten, nee? Hoe zei het dan nog een keer? Een flowerik. Een flowerik. Een zeepsmoelen. Zeepsheuten, flusterfloren. Ik weet het niet. Een blaadzak. Dan vind ik dat het nu tijd is voor een aantal boodschappen van algemeen. Met Studio Brussel naar 2000. Met 2000 prijzen. Van 1 tot en met 4 april geven 2000 cadeaus weg. Tickets voor de avant-première van A Simple Man in Metropolis, Antwerpen of Kinepolis, Kortrijk. Voor het concert van de Cardigans in de Halle van Schaarbeek. Voor de try-out van Liaison Dangereuse in het NTG. Voor de Davis Cup Tennis in Flanders Expo. Voor Pablo Esquimobar in Gent. En voor een surprise. Luisteren van 1 tot 4 april. Dit is de Samson Rock. Wow, we gaan swingen! Swingen, Samson. We gaan op de tour. Die dansen alle honden in hun hondenhok. De hele buurt danst bij ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Hey, 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 wow, oh, Fred Kroket, Fred Kroket, spijkerbed, spijkerbed, schuiftrompet, schuiftrompet, bruistablet, bruistablet. Dit is de Samson Rock, de Samson. Dansen alle honden in hun hondenhok. De hele buurt danst met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Dit is de Samson Rock, de Samson Rock. Die dansen alle honden in hun hondenhok. De hele buurt danst met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Nieuws van 2 uur. In Brussel hebben zowat 3000 chauffeurs van bus, tram en metro betoogd. Ze eisen meer veiligheid. De manifestatie kreeg de steun van alle vakbonden. Er zijn betogers van alle vervoersmaatschappijen, zowel uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië.
De betogers voeren niet alleen actie tegen de toenemende agressie waarvan chauffeurs het slachtoffer worden, maar ook tegen de verkeersagressie van de andere weggebruikers. Ze willen meer controle. De NAVO gaat de luchtaanvallen tegen Joegoslavië nog verder opvoeren. Mogelijk zal de alliantie nu ook regeringsdoelwitten in het centrum van Belgrado bestoken. De bedoeling is om met de luchtaanvallen op korte termijn schade toe te brengen aan militaire installaties en grondstrijdkrachten, tanks en artillerie. De NAVO hoopt zo de Servische wraakcampagne tegen de Albanese Kosovaren te stoppen. Tot nu toe is dat